Hey Bren, zijn er nog koekjes? Nee, zijn op. Niet? Ja, er komen ook geen nieuwe. Veel te ongezond. Alleen die volkoren koekjes uit de keuken. Ja, alleen maar beter. Dan pak ik er daar wel eentje van. Ho, ho. Werk je hier nog op een contract of als zzp'er? Contract? Hoezo? Nou ja, het is alleen voor eigen werknemers. Waar komt het nieuwe koekjebeleid precies vandaan? Ik dacht dat jij dat wel wist. Is toch jouw vakgebied? Sorry, ik snap je niet helemaal. De koekiepocalypse? Grapjes. Ben jij al voorbereid op de koekiepocalypse? We hebben al veel artikelen en video's aangeweid, maar dit jaar lijkt het eindelijk zover. Google doet third-party cookies in de ban. Weliswaar als een van de laatste grote partijen, maar omdat we massaal gebruik maken van Google's webbrowser Chrome, zal deze wijziging grote gevolgen hebben voor de manier waarop adverteerders hun potentiële klanten bereiken. Waar momenteel zo'n 25% van de internetgebruikers al niet meer met third-party cookies is te volgen, zal dit oplopen naar 85%. Niet zo gek dus dat de markt al een tijdje aan alternatieven voor die third-party cookies werkt. Daarbij horen we één term vaak terugkomen. Het is een alternatief dat al een tijdje bestaat en supergoed werkt, maar lang nogal is genegeerd door het gemak van tracerende cookies. Ik heb het natuurlijk over contextueel adverteren. Bij contextueel adverteren wordt geen gebruik gemaakt van data over het surfgedrag van de consument, maar wordt gekeken naar de content in de omgeving waarbinnen de consument rondneust. Even een platgeslagen voorbeeld. Stel dat iemand een artikel leest over elektrisch rijden, dan verschijnt ernaast mogelijk een advertentie voor een elektrische auto. Contextueel adverteren bestaat al jaren, maar staat pas weer echt volop in de schijnwerper sinds het einde van tracerende cookies in zicht is. Gelukkig is deze vorm van adverteren door de jaren heen volop doorontwikkeld. Inmiddels leren technologieën als kunstmatige intelligentie en algoritmes tekst en beeld beter te begrijpen en te beoordelen op inhoud, sentiment en emotie, om zo te kunnen bepalen welke advertenties aan welke content kunnen worden gekoppeld. Al in 2021 publiceerde Interactive Advertising Bureau Europe in samenwerking met verschillende partijen een rapport over contextueel adverteren en de waarde van die context. In het rapport wordt verwezen naar een onderzoek uit 2020 van Integral Ad Science, of afgekort IAS. IAS had namens de branche een enquête gehouden onder Britse consumenten over het belang van context bij advertenties. Wat blijkt? 81% geeft de voorkeur aan advertenties die inhaken op content op de webpagina's. En 72% vindt die samenhang zelfs belangrijk. Daarnaast zegt 70% een advertentie beter te onthouden wanneer deze naast relevante content wordt getoond. 70% denkt dat de content om een advertentie heen de perceptie van de advertentie beïnvloedt. En 65% zegt dat relevante context om een advertentie heen een positief effect heeft op de perceptie van de advertentie en het bijbehorende merk. Dit wordt ook wel het halo-effect genoemd, waarbij de aanwezigheid van een positieve kwaliteit dan wel onbewust de suggestie wekt dat andere positieve kwaliteiten ook aanwezig zijn. En tot slot een getal om het belang van de uitfacering van tracerende cookies te benadrukken. Uit een ander onderzoek van IAS blijkt namelijk dat 94% van de ondervraagde consumenten het gebrek aan online privacy als een belangrijk probleem ziet. Nou, die cijfers liegen er niet om en het is duidelijk welke vorm van adverteren voor consumenten de voorkeur heeft. Het is tijd om daar als adverteerder in mee te gaan en de consument weer wat meer privacy te gunnen. Later dit jaar zullen we een aflevering wijden aan first-party cookies. Die mogen namelijk nog wel. En hoe die in combinatie met contextueel adverteren zijn in te zetten. Tot de volgende aflevering.